Yes jongens, eindelijk is het weer zover. De beste aansteker op de markt, de PTD-torch, is weer te bestellen op www.pyroteamdelft.nl. Wel beperkt op voorraad, dus op is op. Veel kijkplezier bij deze nieuwe Tsjechië-vlog. We zijn al een aantal uren onderweg. Jullie horen het ook, want we zitten echt langs een drukke weg. We schakelen nu even terug naar vanochtend en naar het eerste deel van de race. Yes jongens, zoals jullie zien... 6 uur 28. Komt Jordi even zitten. Het is nog donker. Moet je even naar het schermpje kijken. 7 uur. Want normaal gesproken filmen we niet nu al. Omdat we nog helemaal fokt op in de auto zitten. Maar moet je even kijken hier. Filmen eens hier naartoe. Nog 7 uur en 25 minuten. En nu zie je dit eens een keer. We vertrekken altijd een uurtje rond 6:30. Om dan op tijd aan te komen. Ja jongens, we zijn gepakt. Poli zijn, niet komen. Ik hoop dat dat ook de laatste was die we zien. De volgende die stopt achter de celder, jongen. Ja, in Tsjechië zelf. We gaan dus eerst naar de markt waar ik ook met Ruben ben geweest. Dus even kijken hoe het daar is qua vuurwerk. Heel veel imitatievuurwerk, dus je had ook die Cobra 20 Ultimate en zo. Op zich wel een leuke markt. En daar gaan we dus vandaag naartoe. En morgen gaan we naar die andere markt. Waar je dus ook gewoon shells op de markt hebt liggen en zo. Want ik hoor jullie al denken, weet je, je bent al laatst in Polen geweest, is het niet genoeg? Nou, wij willen dus nu naar een markt gaan waar je wel nog gewoon F4 hebt liggen. Niet zozeer dat we dat per se gaan kopen, maar ik wil het gewoon aan jullie laten zien dat er nog steeds markten zijn die dat hebben. En ja, Polen gaan we niet meer snel pakken. Nee man, is wel een beetje gezien nu. Ja, Polen hebben we wel gezien nu. Ten eerste omdat de vorige keer hadden we natuurlijk gezegd dat we daar op uitnodiging van een winkel waren. En dat we daar konden gaan stoken. Nou, allereerst, wat je ook online ziet, ook bij andere YouTubers in Nederland en in Duitsland. Geloof het niet allemaal. Want wij zijn een soort van... er zijn ons allemaal dingen beloofd door die winkel wat niet is nagekomen. Dus als ze dat dan niet nakomen, laat staan... Als je bijvoorbeeld ooit die kant op zou gaan en je zou er zelf wat kopen. Dus wij gaan nooit meer naar Polen, in ieder geval niet meer naar die winkel. En ook niet de markt, omdat ja, we worden daar gewoon constant herkend. We hebben al zoveel video's op die markten geschoten daar zo, in die regio. Dat die gasten die herkennen ons, die zijn niet blij dat wij daar waren. We zijn zelfs zonder telefoon of camera worden... Volgende keer gaan we gewoon naar Rusland. Ja jongens, we dachten allemaal dat we ineens politie voor ons hadden. Maar dit heet dus de houtnotrufdienst. Wat de hel. Mochten er mensen zijn in de reacties wat, die weten wat House Notruf dienst inhoudt, laat het even weten. Ik heb het gevoel dat het iets van belasting is of zo, man. Jordi moest even wat er eten gaan halen. En we gaan zelf toestellen. Ga weg, joh. We moeten nog 4,5 uur. Wat zitten hier nog interessante dingetjes ja, bij? Ja, jongen. Ik heb zo'n koek, hè, als je wilt. Koekjes? Ja. Wat voor koek? Die sultana-achtig. Oh, lekker, man. Als je wil, mag je pakken. Nee joh, misschien later. Ja jongens, we zijn op dit moment dus even aan het stoppen. Jordi komt nu uit het toilet lopen, zie ik. Maar zoals ik al zei, hij denkt dat ik hem film, maar ik film hem niet. We gaan zo meteen eerst even naar de markt natuurlijk. Helma, kontenbeukertjes. En hopelijk hebben ze wat een paar leuke pijlen of potten. Die gaan we dan vanavond gelijk afsteken. Maar zoals ik al zei, deze vlog... zal ook gewoon doorgaan na vandaag. Dus ook gewoon de andere markten, andere stooksessies. Jullie gaan het allemaal zien. We hebben ook een appartement geboekt. Ik hoop dat het een beetje een chill appartement is trouwens. Vorige keer hebben jullie kunnen zien dat we zelfs in de ochtend hadden eten hadden gemaakt. Als dat nu ook zo zou zijn, zou echt heel chill zijn. We komen over een uurtje aan, ruim een uur. Dus dat is aardig op tijd. Hoe mooi is dat? Want dan kunnen we nog even naar de markt met al die Aziaten. En dan kunnen we even wat gaan kopen ook. Gelijk even kijken of wat ze hebben, of het veranderd is. Ik ben hier natuurlijk nog 2 jaar geleden geweest op die markt. En toen had je in ieder geval, dan hebben ze vaak van die imitatievuurwerk liggen. Bij bijvoorbeeld ook tabak en zo. Misschien 1 pakje en als je dan... daar geïnteresseerd in bent, of dat lijkt, of dat laat lijken, dan komen ze gelijk naar je toe en dan zeggen ze kom, gaat er een luikje ergens open en dan kan je ergens naar een verborgen ruimte toe om al het vuurwerk te zien. En dat is dan vaak shells, cobra's, wel allemaal imitatie, maar ik ben benieuwd of dat nu ook nog het geval zal zijn.
Maar dat gaan jullie zo meteen later in de vlog zien. Het bord Tsjechië, Tsjechische Republiek, over 1 kilometer. Dus het houdt in dat we er echt bijna zijn nu. Eindelijk. Het is nu 3 uur. Dus hoe lang zijn we dan al onderweg? 8 uur, nou langer denk ik. 8,5 volgens mij al. 6,5, 7. Ja, we gingen naar 6:30 rijden. Dat zijn 8,5 uur. Hebben we in totaal daarover gedaan. Het is de oude vertrouwde route die we nu rijden. Met al die kerstbomen aan de zijkant. Want we zijn hier dus wel eerder geweest. Dan moet ik wel toevoegen dat het 1,5 uur langer was door Mies. Omdat hij 2 keer de afslag miste. Ja hoor. Maar ja, kijk, dat, zie je? Dat, daar begint die markt al. Zie je? Film maar voor daar. Kijk, hier ben ik toen nog met Ruben geweest. Dan begint gelijk die markt. Ja, is wel ziek altijd hoor. Kijk, daar heb je dat bord Tsjechië. En dan daarachter gelijk de markt. Verkopen ze messen. Vuurwerk. Kijk, als we hier even gaan parkeren. En dan heb je hier gelijk die markt. En vorig jaar filmde ik, die vrouw zit al te kijken trouwens. Maar daar lag al vuurwerk. Ik vermoed dat we dat niet kunnen filmen, want ze zit al te kijken. Zie je ze kijken? Ja, die vrouw had toen die Cobra 20 Ultimate. Maar misschien kunnen we het wel voor jullie in beeld krijgen. We gaan even die markt over. Ook even voor jullie een andere video opnemen die jullie nog gaan zien. Uitgebreide marktvideo. Alvast kijken of het lukt. En dan gaan we straks naar het hotel. Gaan jullie ook even zien. En natuurlijk ook even wat te eten zoeken. Maar ik ben wel weer een beetje die oude Tsjechië vibe, man. Moet je kijken daarachter. Even filmen daar zo. Die bomen en die bergen. We lopen hier dus, zoals jullie kunnen zien, over de markt in Tsjechië. En ze hebben hier voornamelijk kleding. We moeten even niet te snel lopen, jongens. Want daar is een goede winkel met vuurwerk. En ik wil niet dat hij gelijk al ziet dat ik met een camera hier loop. Maar we lopen dus over de markt om te kijken wat ze hebben. En we hadden net al een shopje voor jullie laten zien dat ze de vuurwerk hebben. En waaronder dus die dumbum die nog goed zijn. Oh ja. Kijk jongens, dit is dus de markt. Het is nu best wel uitgestorven, gelukkig. Want normaal gesproken was het hier veel drukker. Je ziet nu veel kleding. Oké, we gaan naar de volgende winkel. Loop maar vooruit jongens. Hier rechts had je ook een... Een lijst. Weet je dat nog, Jordi? Hier verkochten ze FP3 in heel karton. Hier heb je dus de Cobra 22 Ultimate. Ik heb het net ook al eerder in de video gezegd. Maar dit zijn dus de imitaties hier in Tsjechië. Kan natuurlijk nooit echt zijn, want de originele die gaat tot 8. Die zilveren. Maar toch is het heel mooi dit, om te zien. We rijden nu weer richting ons verblijf. Althans, niet weer richting. We hebben nog niet ingecheckt namelijk. We rijden over de markt. Zoals jullie kunnen zien. Altijd heel erg raar om hier te komen en dat je dan zo over de markt rijdt. En ik ben ook heel erg benieuwd trouwens of ons verblijf een beetje te doen is. Want ik ben er zelf nog nooit geweest waar we nu heen gaan. En dat is altijd maar even de vraag van... ja, is het chill? Nou, hier bij deze supermarkt, film maar even daarheen. Bij de... En toen waren we daar alles aan het uitstallen wat we hadden gekocht. En toen ging het alarm van die winkel af. Zo, wij schrikken, maar dat weten jullie waarschijnlijk nog van oudere video's. We zijn nu dus onderweg naar ons verblijf. Nou jongens, zoals jullie kunnen zien, hebben we weer een controle achter de rug. We zijn net Tsjechië binnen, met vuurwerk hier zo. Krijgen we ineens een stopteken van de politie. Nou, ze checkt even de ID-kaarten en zo. Dus we zijn nog niet bij het verblijf. You have all your life. ID en okay. Driver's license. Of course. It's in my packet. Nou, we zijn dus even aan het uitvogelen hoe we hier naar binnen kunnen. Want dit is dus ons verblijf. Maar we hebben de sleutels op te halen door middel van deze box of zo. Hoe dit werkt. Hij zit even te kijken vanuit de vertaling. Ik hoop echt dat we erachter komen, man. We hebben de sleutel geregeld. Shoutout naar deze kerel hier, Bas Dost. Kijk hoe groot gebouw het is. Het schijnt wel een mooi appartement te zijn. Hoop ik. Dus we gaan even kijken, even de spullen pakken. En ik hoop dat het van binnen schoon is. Tassen vol met vuurwerk. Alsof we gekke handelaars zijn. Hey, pijlenrekje staat klaar. Ah, jongens. We zijn dus in het appartement wat we gehuurd hebben.
En we hebben even snel op de markt, wat jullie net hebben kunnen zien, hebben we twee grote blokken gehaald. Althans, blokken. Dit ga je wel een blok noemen eigenlijk. Deze is 30 mm. Ze hadden er ook eentje van 48 mm. Die was 65 euro. Op zich wel een hele goede prijs. Als ik het zo mag geloven ook met de mensen met wie we zijn. Alleen ik had toen deze al gekocht. En we gaan natuurlijk morgen ook nog naar de andere markten toe. Waaronder die markt waar ook gewoon de shells open en bloot liggen. Nou, deze was om te beginnen 24 euro van Classic. F2. En deze, hoeveel shots het is? 49. Die is dus wat groter. Het is ongelooflijk, jongens. We zitten gewoon weer bij de McDonald's. We hebben er echt heel lang voor gereden. Zo, je hebt gewoon ijs en een milkshake, joh. Ja, man. Zo, al in. We hebben net even wat gegeten, zoals jullie hebben kunnen zien. Eindelijk bij de Mac. Alleen moesten we wel ongeveer een uur doorrijden. Daar is wel politie, man. Die heeft het lampje uit. Zo, volgens mij wel, hoor. Blijf maar even filmen. Of is dat een partybus? Denk ik. Oh nee, grapje, het is wel politie. Je zag het beter. Ik ga stuk, nee, het is wel politie, kijk maar. What the fuck. Ja, maar is er een aanrijding geweest of zo? Ik weet niet, man. Fucking sketchy. Oh, je mag er niet doorheen, denk ik. Nee? Nee, rij maar even hier, waar die vent vandaan komt. Oh, dik, kijk, hij heeft hier onder een viaduct doorgereden, gek. In ieder geval, we hebben dus wat gegeten. En we zijn dus nu onderweg naar de stookplek. Om die cakes te doen die jullie er net zagen op de hotelkamer. We rijden wel even een stuk verder Tsjechië in om te kijken of het wat een rustiger stuk is. Zo weet ik bijvoorbeeld dat ene verlaten gebouw waar ik een paar jaar geleden met Ruben was. Dat was wel een goede plek. Dus ik hoop dat ik daar even terecht kan komen door te zoeken. Verder is het een klein beetje aan het regenen, wat wel jammer is. Dus ik hoop dat dat even heel eventjes maar is, zodat we zo meteen die cakes goed op beeld kunnen krijgen. Het zou namelijk echt zonde zijn als we regen de lens hebben. Nou, jongens, we staan op locatie. Ik zou zeggen die rechter eerst. Dat is die 30 mm toch? Het zijn allebei 30. Nee man, deze was meer man. Jongens, we zijn op dit moment weer terug op de hotelkamer. Jullie hebben het kunnen zien, een paar mooie cakes gedaan. Was ook een mooie locatie, moet ik zeggen. Ik ben al eerder keer geweest met Ruben op die plek. Hebben we shells gestookt en zo. Alleen dat gaan we natuurlijk nu niet meer doen. Veel te veel risico. We zitten nu wel weer op de hotelkamer. En dat betekent dat het vandaag klaar is. Niet met deze vlog, want zoals ik al eerder heb gezegd, deze vlog gaat doorlopen tot het einde van deze trip.
Morgen gaan we nog de reis maken naar de andere markt, waar die shells allemaal open en bloot op de markt liggen. Wat ik allemaal zie op internet. En cobra's en dat soort dingen. Dus ongeveer een uurtje reden. We gaan ook nog stoken morgen. We gaan ook nog naar de markt hier in de buurt. Waar we ook vandaag waren geweest om nog wat te kopen. Dus het belooft nog allemaal heel veel zieke dingen aan te komen. We gaan zo meteen lekker slapen. En morgenochtend is het even kijken hoe we, ja, wat we gaan eten en hoe laat we klaar zijn. Maar nu zijn we in ieder geval allemaal helemaal back off. Kapot van de race, kapot van het stoken. Uur moeten rijden naar de McDonald's. Besef die sfeer, jongens. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien, maar het is een flinke sneeuwbui. De PTD-torch is er weer op pyroteamdelft.nl. Als jij hem even open wil maken, dan zal je zien dat hij erin zit. Hij zit goed verpakt, jongens. Moet je kijken. Is dus beperkt op voorraad. Speciaal voor de vlogkijkers. Check die vlam. Hij doet het gelijk. PTD hier. PTD daarin gegraveerd. Scherpstellen op de sneeuwvlokjes. Nee, beetje sneeuw, jongens. Ja. Altijd als ik hier kom, leek het te gaan sneeuwen. Blijft alleen niet liggen. Was wel een mooi beeld geweest anders, hè, met die bomen. Nou, let's go. Dit is een soort van de hoofdingang van het appartement. Allemaal appartementen hier, maar wij zijn echt de enige. Ja, check dit. Dit is normaal gesproken dus een, zijn allemaal pistes, weet ik veel wat. Nou, op camera lijkt het niet hard te sneeuwen, man. Maar dat doet het wel. Ja, jongens, we gaan dus nu onderweg naar de markt. Die is dus net al open. En dit is dus ons appartement of verblijf. Erg mooi als je het mij vraagt, want we hebben wel eens verrottere verblijven gehad. Het sneeuwt wel wat harder nu, dus het wordt wel echt heel erg sfeervol als we gaan stoken dadelijk. Vooral achter mij met die kerstbomen. Als dat dadelijk allemaal wit kleurt, zou echt heel ziek zijn. Willen jullie naar binnen? Ja. We zijn dus nu onderweg naar de markt. We gaan even wat shots daar nog meer maken, want we waren gisteren daar natuurlijk voor de andere video. Alleen, ik vind dat we nog wel meer shots kunnen maken voor jullie in die video. Dus we gaan gewoon gelijk even ook wat knal kopen en dan rijden we gewoon naar een stookplek. Het lijkt nu alsof het regent, maar dat is het dus niet, maar het is wel een beetje nattige sneeuw. Maar het zou mooi zijn als het dadelijk gewoon wat drogere sneeuw is. Dan kunnen we gewoon gaan stoken in de bossen of zo, of waar dan ook. Dat zou echt top zijn. Daarna door naar die andere markten. Andere markt, dat is een hele grote. Als je de Duitse YouTubers mag geloven, dan liggen de shells daar gewoon op. Dus we gaan het zien. Kijk, hier begint de markt dus. Alle mensen staan al klaar om dingen te kopen. Maar het is niet... Ik had naar rechts gegaan, man. Ja? Nu ga je namelijk naar de grens. Maak daar maar van... Daar staan ze ook. Ja. Zo, politie, zie je dat? Grenscontrole. Jij lijkt me wel zo'n guy die militair... Nou, we lopen hier dus over de markt, jongens. Allemaal kleding. En wij zijn dus op zoek naar vuurwerk. Yes, jongens, we hebben weer wat gekocht in dit tasje. Maar dat gaan jullie in andere video's zien. Het is te bizar voor woorden, maar eigenlijk word je gewoon niet aangesproken op het filmen van vuurwerk. Wat dus een aantal jaren geleden wel zo was. Dus ik vind het heel raar. Maar kennelijk vinden ze het dus niet erg, of mag het gewoon. Wat zullen we nu doen, jongens? Even terug naar die shop waar we gisteren als eerst waren. Nou, hier ook weer vuurwerk te vinden, jongens. Cobras. Hallo. Hallo. Mooi, HBC number one. Dus we rijden nu dus richting de stookplek. En als de cameraman eventjes naar die bomen filmt, zie je gewoon dat die bomen helemaal wit zijn. Van de sneeuw. Hoe ziek is dat, gek? Zo, stel dat we hier stoken, even eerlijk, hier op dit punt. Dat ziet er tantenziek uit, hoor. Oh, yo, hey. Hey, ik denk wel dat we richting de sneeuw gaan, man. Ik denk het ook. Ik denk dat die man niet gelogen had hierover. Holy moly, gek. Let it snow, let it snow, let it snow. Heerlijk december sfeertje, jongens. Hier in de auto. We gaan even op zoek naar een mooie stookplek. En het liefst heb ik natuurlijk met zicht op die sneeuwbuien. En die bomen die vol met sneeuw zitten. Maar goed, het gaat nog wel meer sneeuwen zometeen.
denk wel dat dit een van de meest sfeervolle video's is die jullie de afgelopen jaren hebben gezien, zo in de sneeuw. Camera is helemaal wit, ik hoop dat hij het overleeft. Zie ik? Zo, die ligt dichtbij hoor. Oh shit. We gingen stoken en het begint mega hard te gaan sneeuwen. Deze cameraman zei al, van mijn capuchon kan je een sneeuwbal maken. Maar je moet dus even voor de gein naar voren filmen. Als je ook even naar dat grasveld daar naar rechts filmt. We zijn hier een keer met sneeuw hoor. Niet normaal. Het geeft wel de meest sfeervolle beelden, uiteraard. Zo, op camera is het echt nog allemaal groen, man, die bomen. Ja, in het echte, op camera zien jullie het minder goed. Maar er ligt wel in een kwartier. Wat een sfeer, jongens. Ik weet niet of jullie het heel goed kunnen zien, want de sneeuw die staat echt richting de lens. Moet je kijken. De camera heeft moeite met scherpstellen omdat er ook heel veel wind bij zit. Het is aardig aan het doorsneeuwen hier in Tsjechië. Hey, doe die deur open, want die kerel had me al gebeld van het hotel, man. We zijn op dit moment even op de hotelkamer voordat we naar die andere markt gaan. En waarom? We waren dus natuurlijk net aan het afsteken in de sneeuw. En ik moet je zeggen dat het nog steeds aan het sneeuwen is. Dus ik hoop dat het zometeen even wat minder wordt. Want dan kunnen we namelijk naar die andere markt en daar gaan filmen. Maar als het goed is hebben we wel winterbanden erop. Maar moet je kijken buiten. Wat een sfeertje. Over 500 meter komen we aan op die markt. Hier, daar zie je het al. De bazaar. Daar gaan we nu naartoe. En ik weet niet. We zien gelijk al politie. Dat is een mooi begin. Dat beeld. Ja. Ik kan dit niet meer herinneren. Oh jawel, daar was de ingang. Kijk hoeveel vuurwerk daar ligt, jongens. Daar kopen we voor. Mooi vuur. Mooi werkje. Firewerkje. Ook cobra's te kopen hier. Number one. Hoeveel gram was dit ook weer dan? 200 gram. Cobraatjes. Staat genoeg, hè. Kijken wat hier ligt. Hij zegt dat hij nog meer heeft. En groter. Deze kost 16 euro. Hoeveel inch? 4 inch. Succesie. We zitten weer bij de Mac, zoals altijd in Tsjechië en Polen. En straks gaan we weer terug naar de hotelkamer, maar eerst even dit oppeuzelen. Jordi heeft lekker veel kip. Lekker man. Het is weer de volgende dag. We zijn op dit moment in de auto. En als Jordi even naar het schermpje filmt, dan zien jullie dat we nog 7 uren en 11 minuten moeten rijden. We gaan nu dus richting de grens. Moet je kijken hier trouwens links. Hebben we nooit gefilmd, deze trip. Maar dit is dus een skipiste. Gisteren sneeuwde het, maar het is dus heel snel weer gaan smelten. Voor ons was het chill, want daardoor konden we nog even stoken wat niet in de sneeuw was. Ja, het is een keer leuk om in de sneeuw te stoken, maar op een gegeven moment heb je het wel gezien. We gaan nu dus naar de grens en daar staat dus altijd politiecontrole. En als jullie de laatste Tsjechië trip van ons hebben gezien, werd toen een hele auto binnenstebuiten gekeerd. Dus we gaan nu even kijken of dat ook het geval is. Dat levert dan anders wel spectaculaire beelden op. En dan is het wederom het bewijs dat wij niks meenemen over de grens. Maar goed, er zijn nog steeds mensen die dat niet geloven. Dus we rijden nu dus richting, ja, door de markt heen eigenlijk. Hier, ze zijn alles wel aan het opbouwen. Vaak gaan ze 9 uur open. Je bent nooit meer bij dit huisje geweest die Katvier hadden. Echt, nee, er staat geen controle. Ah, in dat geval kunnen we wel hier links even nergens. En hier links zijn we nooit meer geweest. Kijk, deze shop hier links, die dus niet eens open is nog. Maar Mies, weet je wat grappig is? Daar wonen ze ook boven, maat. Kijk dan. Ik ga stuk. Daar wonen ze gewoon boven, gek. Hier, kijk naar rechts. Film naar rechts. Daar heb je ook nog dat vuurwerk liggen. Maar Goos, weet je wat grappig is? Is dat die Aziat nou heel boos is. Maar dat doet er niet toe. Maar altijd als hier politie staat, staan ze echt altijd hier. Dus je ziet hem letterlijk vanaf Tsjechië, kan je de politie al zien staan. Nou, in ieder geval, daar lag nog vuurwerk. En nu zijn we alweer in Duitsland. Yes, jongens. We zijn weer in Nederland. Kofferbak goed gevuld.
met vuurwerk. Shells liggen er, 6 inch, 7 inch. Allemaal legeintje natuurlijk. We hebben onderweg eigenlijk geen controle gezien. In Tsjechië niet. En niet zozeer dan een vuurwerkcontrole, maar gewoon algemene controle ook niet. Maar dat komt misschien omdat we nu op een zondag terugreden. En die markt was niet eens open nog. Waar we net dus, wat jullie net hebben kunnen zien. Voor ons is het uren later. We hebben die race al bijna achter de rug. Over een uurtje zijn we thuis. Ik wil jullie in ieder geval bedanken voor het kijken naar deze vlog. Er komen nog veel meer leuke video's aan vanuit Tsjechië. En misschien andere video's van buitenland. En dan is het alweer oud en nieuw, jongens. Dan kunnen we alweer het vuurwerk gaan kopen in Nederland. En uiteindelijk gaan afsteken. Thanks voor het kijken. Vergeet niet te liken. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie morgen weer bij een nieuwe video. Later.